Van 19 tot en met 21 juni vond het eerste barokfestival in Sittard plaats. Een festival waarbij niet alleen de bijzondere en gevarieerde wereld van barok centraal stond, maar waarbij als crossover ook aandacht was voor pop- en rockmuziek. Wie is het Amstel Kwartet? Het Amstel Kwartet is Olivier Sliepen, Bas Abswoude, Ties Mellema en Remco Jak, dat ben ik. We zijn vier saxofonisten, we spelen sinds 1997 met elkaar en we maken vooral mooie muziek, hopen we tenminste. We maken muziek die we zelf heel leuk vinden om te spelen. De kerk is een fantastische kerk om te spelen. En het barokfestival, met CK, dus rock en barok, dat is ons eigenlijk wel, nou, op het lijf geschreven wil ik niet zeggen, maar het spreekt ons heel erg aan, omdat wij ook, zoals ik net al zei, vooral muziek spelen die we zelf leuk vinden om te spelen. En dat blijkt muziek te zijn van alle jaren, vanuit de barokperiode, maar ook muziek die nu geschreven wordt. Dus wij voelen ons erg thuis in het barokfestival. En het is een fantastische kerk, een heel leuk publiek. Op zaterdagmiddag werd voor talentvolle koperblazers een workshop gegeven onder begeleiding van Mark Heunen. Het resultaat werd 's avonds ten gehoor gebracht. Nu zag ik u spelen met een versterker. Zijn dat specifiek gitaarversterkers of komt er nog meer bij kijken? En is dat uniek in jullie muziekgenre? Nou, Bach met pedaal... Nee, wat wij proberen heb ik nog niet eerder gezien. Wij proberen een extra register aan ons instrument toe te voegen om een beetje het idee te krijgen wat je bij een orgel ook krijgt. Dus de meerdere registers. En we doen het gewoon met microfoontjes, dat zijn wel echte microfoontjes voor instrumenten. Via gitaareffecten die een octaaf hoger of een kwint hoger of een octaaf lager manipuleren. En dan gewoon naar een zangversterker, een PA. Intieme concerten in de stadstuinen van Sittard, waar de bezoekers al wandelend doorheen werden geleid. Met als afsluiter een unieke jam-sessie tussen de popmuzikanten uit de regio en de leden van het Amstel Kwartet in Poppodium Volt. Kunt u in het kort uitleggen wat het barokfestival inhoudt? Kijk, barok is een stijlperiode in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw. Daarin was een omkeer, zeg maar, binnen de stijlen, binnen de kunsten, een omkering van allerlei zaken die gebeurden. Alles gebeurde heel veel in de kerk, in de barokmuziek ook, maar daarnaast zie je dat het ook, ja, allerlei dansvormen ontwikkelt, dat de schilderkunst veel heftiger wordt. Dat er nieuwe stijlen in wonen ontstonden, in meubels, architectuur. En wij willen graag die periode, wat wij ook zien als een soort basis voor de verdere ontwikkeling van de kunsten, willen wij alle eer aan doen, want het heeft prachtige muziek en prachtige schilderkunst en prachtig dansen opgeleverd. Je had een verwachting voordat dit natuurlijk begon. Wat is er van die verwachting tot nu toe waargekomen? Nou, tot nu toe is het boven verwachting. Want wij wisten van begin af aan dat de barokmuziek toch een heel specialistisch gedeelte is in de muziek en in de kunstgeschiedenis. Maar gisteravond Toulès Soleil, een film uitverkocht. Vandaag tegen de 100 mensen. En u ziet
achter mij dat er ook heel veel mensen meekomen nu naar de Drie Tuinen concerten. En we gaan zo direct door naar Volt, waar een improvisatieslag gaat plaatsvinden tussen barokmuzici, saxofonisten en popmuzici. En morgen hebben wij nog een aantal concerten in de Basiliek, in het Gluzekerkje. En dan natuurlijk apotheose met Atmoso, met Vivaldi en Bach, de twee meesterwerken in de barok.